goedemiddag. Welkom hier in het Cultuurhuis Nieuwe Vesten. Bij de lokale ronde voor de voorleeswedstrijd. Onze jury zit er al klaar voor. Ik zie inderdaad wat heen en weer geschuifeld. Ik denk dat onze voorlezers er ook klaar voor zijn. Wat leuk dat u er allemaal bent. Sommigen zijn zelfs uit Eindhoven, hoorde ik net. Ja, dus dat is super tof. We gaan er gewoon een feestje van maken. We gaan natuurlijk genieten van al die prachtige verhalen. En wat er ook gebeurt. Jullie zijn eigenlijk allemaal al kampioenen. Dat is altijd even goed om te beseffen. Hè? Je hebt al de hele school achter je gelaten. Dus je bent al een fantastisch kampioen. Dat is al een hele prestatie. We laten ons vandaag meevoeren in die prachtige verhalen. Ik heb daar ontzettend veel zin in. En wie daar ook heel veel zin in hebben, dat is natuurlijk onze jury. Zij hebben de moeilijke taak om vandaag één iemand uit te kiezen die misschien net ietsje boven de andere uitsteekt. En die hier straks het Cultuurhuis als winnaar mag verlaten en door mag naar de regionale ronde. We zijn het nog niet kwijt, zei Rico. Mr. Gabriel knikte. Hij stuurde de een ter links en ander tegen. Hij weet precies waar we heen gaan, zei hij. Het zal niet makkelijk zijn om af te schudden. Papa neemt dit op, zei Rosa. Hij heeft een telefoon uitstaan. Mr. Gabriel staarde geconcentreerd naar de weg. Ik denk dat de generaal zijn telefoon heeft. Rosa knikte. Ze keek op haar horloge. We hebben nog een kwartier, zei ze. Hoe ver is het nog? Mr. Gabriel reed door een rood stoplicht. Het maakte niet uit. Er was helemaal niemand op de straat. Het was doodstil. De stad verkeerde in een diepe slaap. Ik denk nog 5 minuten rijden, zei hij. Misschien een paar minuten langer. Het ding. De vlieger hoorstaande snel. Hij reageerde net als zijn droom. Vinger duwde met zijn duimen tegen de joysticks. De flank zwengelde en vloog nu recht op Hector af. Hector zwaaide geërgerd met zijn hand. Hé, hey, wat gek, riep Rosa. De Ferrari begint te slingeren. Fico grijnste. Hij liet de vlieg tegen Hectors bril afvliegen en bleek de hele tijd rond zijn ogen zoomen. Rot op, hoorde hij Hector roepen. Er verscheen een enorme hand op het schermpje. De hand kwam razendsnel op de vlieg af. Vlug rukte Fico aan de joystick. Hij kon de hand maar net ontwijken. Toen voelde hij hoe de eend weer een scherpe bocht maakte. Piepen de banden, gevolgd door het hoge zingen van de motor. Hij zit nog steeds achter ons, zei Rosa. Fico stuurde de vlieger op Hector af. Deze keer mikte hij op zijn neus. Hij zou hem krijgen. Op het schermpje zag hij nu 2 grootachtige neusgaten op zich afkomen. 2 enorme zwarte grootachtige gaten. Dikke borstelige haren woekerden bij de ingang. Fico vloog er recht op af. Wat ben je aan het doen, Fico? Vroeg Rosa. Maar antwoordde niet. Fico staarde ingespannen naar het schermpje. Met een volle snelheid stuurde hij de vliegend linkerneusgat in. Uit de speakers van deze zender klonk een gil. Hector schreeuwde het uit. Wat je ook aan het doen bent, zei Rosa. Het werkt. Hector begint enorm te slingeren. Fico glimlachte. Wow, riep Rosa. Hij rijdt de stoep op. Er zit een vlieg in zijn neus, zei Fico. Hij keek Rosa met een grote grijns aan. Hij zit vast in zijn neus. Door de achteruit zag hij hoe de Ferrari op de stoep reed, een plantsoen inschoot en in een fontein belandde. Rosa keek haar broertje ongelovig aan. Hector had inderdaad een... Ik ben al even geleden gestopt met het lezen van kinderboeken, maar ik zou bijna gewoon in die auto willen zitten om te kijken hoe dat gaat met die bromvliegen. En ik ga nu ook inderdaad anders kijken naar bromvliegen. Wel heel erg spannend verhaal dat je hebt uitgekozen. Hartelijk bedankt dat je hier dit wilde doen. Je woont hier vlakbij. Als je iets raars van plan is, ren je zo naar huis. Zo, Praakse doet de deur van haar huis open. Ik moet even iets pakken en dan zal ik je wat laten zien. Terwijl ze Thijs de kamer in duwt, gaat ze zelf de keuken in. Thijs kijkt naar de deur. Er zit geen slot op. Hij kan zo weg. Ga maar eens voor het raam staan, roept Praakse vanuit de keuken. Wat zie je daar buiten? Water, zegt Thijs. Maar wat ligt er in het water? Een boot. Juist, wij gaan zo naar de plaats van bestemming varen. We moeten opschieten. Het team van Den Haag staat op ons te wachten. Druk is veel te hoog als je een maand lang goed moet gedragen. Meer dan 6 of 7 dagen achter elkaar trek ik gewoon niet. Dus wat mij betreft mogen ze Thanksgiving verplaatsen naar de week voor kerst. Kinderen die geen kerst vieren hebben geluk, want die hoeven zich niet druk te maken als ze iets fout doen aan het eind van het jaar. Ik heb zelf een paar vrienden in die categorie, die volgens mij extra lullig doen in deze tijd, omdat ze weten dat ze ermee wegkomen. Wat mij opviel is dat ik vond
ik merk, kon heel erg goed merken dat je het zelf het verhaal ook zo leuk vond. Want je, leest, ja. je las echt met heel veel enthousiasme voor. Ja, heel goed gedaan. Hij duikt het steegje achter zijn huis in en daalt op poortdeuren. Dat doet Thomas en hij altijd. Alsof ze niet precies weten welke poort er van hen is. Het is de enige gifgroene deur van het rijtje. 4, 5, 6, anders is er bijna. Nog even en hij is veilig in zijn eigen tuin. Hij kijkt nog een keer achterom. Maar nu is de man ineens weg. Huh? Anders staat met een schok stil. Hoe kan dit? Op straat liep hij nog vlak achter hem. Anders stuurt naar het einde van de steeg. Maar er gebeurt niets. Toen de bel aan het einde van de middagpauze inluidde, zuchtte Brennan en staarde hij me zwijgend aan. Hij zag eruit alsof hij diep nadacht over alles wat ik had gezegd. Of probeerde te bedenken wie een geschrifter was. Mackenzie of ik? Nicky, echt, volgens mij moeten we gewoon... Hij aarzelde en keek op zijn loge. Ik hield mijn adem in en hij bad dat hij onze vriend zelf nog een kans zou geven. Volgens mij moeten we gewoon naar biologie gaan voor we te laat komen. Ga je mee? Vroeg hij en zette zijn liebeld weg. Maar Walt stoot ik niet. Maar pak de leuning en hij zich omhoog. Daar is de kade. Lampje hoort zijn eigen voetstappen niet als de kade overrent. De storm probeert de verkeerde straat in te blazen. Maar ze weten weg. Wie zei dat? Snauwde ze. Wie waagt mij tegen te spreken? Jij was het, is het niet? Ze wees met een gehandschoende vinger, zo scherp als een naald, naar de heks die gesproken had. Ik bedoelde het niet zo. Ik wilde u niet tegenspreken. Ik zei het tegen mezelf. Jij hebt gewaagd mij tegen te spreken, krijste de opperheks. Ja, maar ik praatte echt in mezelf, jammerde de arme heks. Dat zweer ik uw grote genade. Ze bibberde van angst. Maar je nam ons heel erg mooi mee in dat verhaal. En ik weet wel, de kinderen stinken, maar ik vond het wel een heel spannend verhaal. En dat heb je goed aan ons overgebracht. Dankjewel. En was bedekt met donkerbruin chocoladeglazuur. Zet hem maar op de tafel, zei de beulstronk. Midden op het podium stond een tafeltje met een stoel erachter. Het kokkin zette de taart voorzichtig op het tafeltje. Wie oh wie inderdaad gaat als winnaar vandaag naar buiten. De nummer 1, daar wil ik het gewoon over hebben. We dachten bijna even, is dit een toneeluitvoering of een voorleeswedstrijd? Ja, dat willen we toch even meegeven. Ja, maar dan weten we bijna al wie de nummer 1 is, denk ik. Jula de Hollander is de nummer 1. Onze kampioen. En daar hoort die boekenbon natuurlijk bij. Ja, kijk eens. Maar vooral natuurlijk voor in het plakboek of aan de muur. De voorleeswedstrijd, winnaar, certificaat van deze wedstrijd. Van de Hellevoetsluis, van voor naar AZ. En op naar de volgende ronde zou ik zeggen. Toi, 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 zeggen we dan. En doe daar vooral je best. En maak ons trots hier. Hè? Super. Super. Blij mee. Ja, heel erg. Ja.